Op 14 maart 2024 herdenken wij de Wereldnierendag. Het is een traditioneel terugkerend evenement, een dag, waarbij elke tweede donderdag van de maand maart besteed wordt aan de bewustwording over de functie van de nieren, maar ook over de rol en de gezondheid van de nieren. Elk mens heeft twee nieren en de nieren hebben een aantal belangrijke taken. Namelijk zijn de nieren het belangrijkste orgaan voor het in stand houden van ons vochtbalans, door wat nodig is te behouden en wat niet nodig is aan afvalstoffen uit te scheiden via vanuit de nieren naar de buitenwereld. Verder hebben de nieren een belangrijke rol als het gaat om met name enkele hormonen te produceren die met name de rode bloedcellen kunnen verbeteren. Een andere is het kalkgehalte in balans te houden, de bloeddruk te reguleren en noem het maar op. Er zijn nog een aantal andere taken weggelegd voor de nieren, maar met deze uitleg over de functie van de nieren begrijpt u al hoe belangrijk het is als de nieren zelf in functie achteruit gaan. Dat betekent dat dan de gezondheid van de persoon ook gaat verslechteren. Wereldwijd zijn er 10% van de wereldbevolking heeft een of andere nierziekte. Dat betekent dat door verschillende oorzaken, maar met name hoge bloeddruk en suikerziekte, de nieren in functie heel snel achteruit kunnen gaan. Dat noemen wij met een mooi woord nierinsufficiëntie, ofwel nierfalen. In Suriname, vanwege het hoog aantal percentage aan diabetes en mensen met hoge bloeddruk, hebben wij ook te kampen met een enorm hoge aantallen van personen met nierfalen. En dat zien we terug, ook in de begroting, ook in het beleid, waarbij heel veel personen met chronische ziektes hulp nodig hebben en die hulp ook aangeboden moeten krijgen. Er zijn ongeveer 800 personen, bekend in Suriname, die moeten dialyseren. Dialyseren is niets anders dan dat de functie van de nier wordt overgenomen door een apparaat die ervoor zorg moet dragen dat de taken van de nier, de functie van de nier, kan worden uitgevoerd. Namelijk het verwijderen van afvalstoffen uit het lichaam van de mens. En het dialyseren op zich is een behandeling die noodzakelijk is dus om de persoon in leven te houden. Maar ook is het dialyseren en heeft het dialyseren een grote impact op de kwaliteit van het leven van mensen. Iemand moet 12 keren per maand dialyseren en dat ook gedurende de rest van het leven. Ook bij het ministerie van Volksgezondheid zien wij in de dialysekosten een enorme stijging. Alleen voor het jaar 2024 verwachten wij hier op het ministerie rond 350 miljoen SRD uit te geven aan directe dialysekosten voor de groep van 800 personen die op dit moment wordt gedialyseerd. Waar vroeger vooral de focus werd gelegd op dialyse en transplantatie, is er nu een andere benadering in de wereld, namelijk hoe kunnen wij met z'n allen de risicofactoren die de nieren beïnvloeden verminderen. Namelijk, hoe kunnen we voorkomen dat de bloeddruk niet stijgt? Hoe kunnen we voorkomen dat uw suikergehalte op peil blijft? En al deze ideeën leiden tot initiatieven, leiden tot beleidsmaatregelen, om mensen te mobiliseren om gezond te gaan leven, om de bloeddruk op peil te houden en andere soorten zaken. Dus meer aan preventie doen. Want een gezonde leefstijl uiteindelijk leidt ook tot veel langer gezond leven en het zo ver mogelijk uitstellen van het optreden van ziektes. In Suriname hebben wij namelijk via het Hartsprogramma, het Hartsinitiatief, als doel om de bloeddruk met name en de suikergehaltes van personen in de eerste lijn zorg, dus bij de huisarts, zo goed mogelijk op peil te houden. Daarover krijgt u vanuit het ministerie van Volksgezondheid regelmatig de nodige informatie. We hebben in de afgelopen 4 jaren ook samen met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum een aantal belangrijke niertransplantaties kunnen verrichten. Tot heden, 14 maart 2024 hebben wij 19 niertransplantaties verricht. En dat is voor degenen die zijn geholpen, uiteraard
een hele goede behandeling. En uiteraard verbetert daarmee ook de kwaliteit van het leven. Maar we willen dat niet hebben. We willen niet hebben dat u belandt in de fase waarbij u een nieuwe nier of een andere nier van iemand anders zou moeten krijgen. Als het moet, zal het wel gebeuren. Maar we willen liever dit jaar besteden aan de preventie en het voorkomen van ziektes. Ik heb als minister van Volksgezondheid 8 tips voor u om uw nieren gezond te houden. Allereerst zult u meer moeten gaan bewegen. Bewegen houdt het lichaam fit. En conform het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie zal dat moeten gebeuren 5 keer per week, minimaal 30 minuten per keer. Verder is het van belang om uw suikergehalte op peil te houden. Dat kunt u doen door een bewust suikerarm dieet op na te houden. Vermijd onnodige zoete producten, vermijd onnodig suiker. Als het kan, drink uw thee zonder suiker, uw koffie zonder suiker. En vermijd zoveel mogelijk gezoete frisdranken. En hou het in de gaten door regelmatig ook bij uw huisarts uw suikergehalte te meten. Dat geldt ook voor uw bloeddruk. We weten dat zout, maar ook weinig beweging, enorm veel invloed heeft op de bloeddruk. Probeer zo min mogelijk zout te gebruiken en probeer, zoals eerder gezegd, ook te bewegen. En laat regelmatig uw bloeddruk opmeten bij de arts, ook al hebt u geen klachten. Gezonde voeding en het gewicht. Een ideaal gewicht zal ook ontstaan als u gezond eet. En gezonde voeding, dat is een ruim begrip, maar het omvat zeker genoeg groenten en de nodige essentiële zaken, fruit, groenten, vlees en visproducten in de juiste verhoudingen. Daarvoor uiteraard kunt u voor meer advies terecht bij uw huisarts. Het is van belang voor de nieren om ook een goed vochtbeleid op na te houden. Minimaal 1,5 tot 2 liter water is nodig om de nieren gezond te houden. Schadelijke stoffen voor de nier, dat zijn onder andere sigaret en alcohol, maar ook drugs. Vermijd sigaretten, vermijd het roken, stop met roken als u al eenmaal rookt. Alcohol, probeert u dat zoveel mogelijk te vermijden. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat geen enkele alcoholniveau of geen enkele dosis alcohol gezond is voor het lichaam. Met name ook voor de nieren. Een ander tip is om zo min mogelijk medicijnen in te nemen die niet nodig zijn. Over de counter medicijnen of onbekende medicijnen of allerlei pijnmedicijnen of vitamines. Probeert u die zoveel mogelijk te vermijden en slechts op advies van uw arts medicatie te gebruiken. En als laatste, uiteraard, doet het geen kwaad om via de huisarts een nierfunctieonderzoek te laten verrichten. Dat uiteraard in overleg met uw huisarts, zeker als het gaat om de leeftijd en de nodige indicatie die daartoe bestaat. Met deze tips denk ik dat we met z'n allen onze nieren zo lang mogelijk gezond kunnen houden. En dat we ook daarmee een stukje bijdragen aan de algehele niergezondheid van Suriname. Dank u wel.